Hoi allemaal! In deze video ga ik de Rapid Loom uitproberen van het merk Rainbow Loom. Deze keer geen loom voor het maken van armbandjes met elastiekjes, maar voor het maken van armbandjes met kraaltjes en touwtjes. Het ziet er heel erg leuk uit en het lijkt me super leuk om te doen. Dus tijd om de doos open te maken en dit uit te proberen. Eens even kijken. Een gebruiksaanwijzing. Met instructies hoe je de loom in elkaar moet zetten. En dit lijkt me ook een gebruiksaanwijzing. Oh, dat is gebruiksaanwijzing over hoe je dan de armband kan maken. Hoe je de loom gaat gebruiken. En dan heb ik hier kraaltjes. Twee kleuren garen. Knoopjes. En onderdelen voor de loom. En in het navulpakketje zitten weer twee kleuren garen. 8 kleuren kraaltjes en 5 knoopjes. Op het eerste gezicht ziet het er even ingewikkeld uit, maar het gaat vast meevallen. Ik ga gewoon dit stappenplan volgen. We beginnen met deze langwerpige basis. En die bevestig je op deze twee onderkantjes. En dit uitsteeksel hier heb je hier niet. En dit moet rechts zitten. Dat deed ik net al verkeerd. Dus ik dacht, het kan niet moeilijk zijn. Toch ging het fout. Dit is 1, dit gaat heel gemakkelijk. Dan kan je gewoon inklikken. En dit is 2. Dan gaat dit onderdeel hier bovenop. En ik zag in de gebruiksaanwijzing dat het mogelijk is om dan nog zo'n langwerpige basis hier aan vast te maken. Mocht je, nou, ik denk een ketting willen maken of zo, als je iets langers maakt. Maar goed, dat heb ik niet. Dus ik bevestig nu dit onderdeel hier bovenop. Dat klik je er ook gewoon op vast. Dit noemen ze in de gebruiksaanwijzing de bead shaker, de kraaltjes schudder. En dit noemen ze de bead stand. Dat is de steun voor de bead shaker. En die bead stand die kun je op twee manieren gebruiken. Of horizontaal, zo. Dan klik je dit er zo op. En dan moet je dit helemaal naar voren schuiven. Want als je dat niet doet, dan kan die naar achteren. En zo zit die vast. Of horizontaal en dan klik je het er zo op. En tot slot hebben we nog de clip. Ik weet op dit moment nog niet waar we die voor gaan gebruiken. Maar dat kan je hier aan de linkerkant bevestigen. Kan je er zo opschuiven. En dat zit los. Dus dat moet je dan zeg maar aanpassen aan wat jij nodig hebt. De loom zit in elkaar en het viel me 100% mee. Ik denk dat je deze loom in een paar minuten in elkaar hebt gezet. Het lijkt altijd ingewikkeld als je al die losse onderdelen ziet. Ik heb de zakjes ook uit de verpakking gehaald. De kraaltjes en het garen en de knoopjes. Dus ik ben klaar om te beginnen. Eens kijken, welke zal ik nu als eerste gaan maken? Ik denk dat deze twee wat lastiger zijn om mee te beginnen. Ik wil gewoon beginnen met een basisarmbandje. Dus dan denk ik toch wel dat ik op deze uitkom. Ik ga deze drie kleuren kraaltjes gebruiken. Dus die gooi ik nu in de bead shaker. Kom eens op die naam, hè. En ik heb al bedacht dat ik hem ga maken voor mijn dochtertje van 6, de armband. Ook omdat hij dan eerder klaar is. Oh, een beetje te veel. En omdat het nu toch de eerste keer ook is om even te oefenen met dit nieuwe product. Dit bruine garen wordt gebruikt als basis voor de armband. Is heel stevig. En dit garen wordt dan straks gebruikt om de kraaltjes eromheen te wrappen. Ik heb het al eraf geknipt op bruine garen. En je moet het dubbel vouwen. En dan moet je het vervolgens om je pols doen om te meten. En dan moet je nog wat extra inches moet je dan, erbij rekenen voor de knoopjes. En er staat 2 tot 3 inches. Nou, ik heb het nu op de gok gedaan, want mijn dochtertje is er niet en haar pols is natuurlijk een stuk smaller dan die van mij. Ik ga een blauw knoopje gebruiken als sluiting en dan moet ik dat bruine garen door die knoopsgaatjes zien te rijgen. Dat is 1. Kijken of dat ook lukt aan de andere kant. En dat is 2. Even zorgen dat het knoopje in het midden zit. Dus dit zijn weer die twee uiteindes en dan trek ik het zo naar beneden en hier zit dan aan het einde zit dat knoopje. En nu moet ik
zorgen dat het daar blijft zitten. Dus hier moet ik nu een knoop mee maken. Ik wikkel dit rond mijn vinger. En dan kruis je dat zo. Kijk, heb ik een rondje gemaakt. Hier. Nog een keer. Gaat snel. Dus hier is het knoopje. Dit gaat zo rond je vinger. En dan zorg je dat je dit kruist. En dat die twee uiteindes door dat rondje worden getrokken. Dus, ik trek het een beetje van mijn vinger af. En dan duw je dat zo door dat rondje. Trek je het naar buiten. Dan heb je een knoopje gemaakt. En dan trek je dit aan. Zo dicht mogelijk op het knoopje. En dan zit het knoopje vast. Ik had gedacht dat ik later de armband nog kon afknippen op maat, maar dat is niet zo. Want ik moet nu meteen aan het einde van de armband 3 knoopjes gaan maken. Waardoor je straks de armband dicht kan maken als hij klaar is. Dus dan heb ik toch de pols van mijn dochter nodig. Nou, die komt over 20 minuten uit school. Ik stop gewoon even met filmen en dan ga ik straks weer verder. Mijn dochter van 6 zit nu bij me. Hoi. En we gaan even jouw pols opmeten voor het armbandje. Dit zou dan zo'n beetje de maat zijn. Zo. Ja. En 2, 3 inch. Nou, 1 inch is 2,54 centimeter, heb ik net opgezocht. Dus dat zou dan zo'n 5 centimeter zijn. 1, 2, 3, 4, 5. Ik denk dat dit wel goed is dan. Dat hoop ik dan maar. Dus ik laat het zo. En dan ga ik proberen om voor jou een armbandje te maken met kraaltjes. Volgens de gebruiksaanwijzingen moet ik nu 3 knoopjes in het armbandje gaan leggen. Dit armbandje in wording. En ik heb voor de zekerheid nog even een blauw touwtje langs de pols van mijn dochtertje gelegd. En dan zou dit de maat moeten zijn. Dus dan wil ik hier een knoopje. Dus maak ik weer een rondje. En zo. En dan gaan die twee uiteinden door dat rondje heen. En dan trek je dat aan en heb je een knoopje. Even kijken of het nog klopt. Nu kan ik nog met het knoopje schuiven. Ja, het komt precies uit. En dan gaat er hier weer een knoopje. Ga ik hier weer een knoopje maken. En dit is het stukje. Hier komt dan een opening tussen de twee knoopjes. En dit blauwe vierkante knoopje, dat gaat dan daardoorheen als sluiting. Dus je moet ervoor zorgen dat je die opening niet te groot maakt en ook niet te klein. Want anders past dat knoopje er niet meer doorheen. Dus dat is even een beetje uitproberen en ik denk dat ik hem hier ga maken. Weer een rondje, twee uiteinden door het rondje heen. Aantrekken. En dan, voordat je hem echt helemaal aantrekt, even kijken waar je, hoe groot je deze opening wilt hebben. Zo. Ik heb nu 2 knoopjes gemaakt en volgens de gebruiksaanwijzing moet ik hier nu nog een knoopje maken. En dan afknippen. Ik zal het heel even doen. Maar ik heb eigenlijk de neiging om naar het tweede knoopje al af te knippen. Want hier gaat straks de sluiting, dat wordt de sluiting. Maar goed, ik ga nu de gebruiksaanwijzing nog volgen. Dus ik maak nu nog een laatste knoopje. Dus je maakt weer een rondje. En dan gaan die twee uiteindes door dat rondje heen. En dan trek je dat aan. En dan probeer ik de afstand hetzelfde te houden. Misschien is het zodat je kan kiezen of zo. Dat je ook het armbandje wat minder strak om kan doen. Ik weet het niet. Maar voor mij zou dit geen functie hebben. Of voor de zekerheid. Dat is het denk ik. Want als die hier los zou laten. Dan ben je de sluiting kwijt. En verlies je het armbandje. Als het knoopje eruit gaat. Maar misschien kan je er nog een vlammetje bij houden. Zoals bij paracord. Nou goed, dat ga ik allemaal nog wel een keer uitproberen. Nu heb ik dus volgens de gebruiksaanwijzing 3 knoopjes gemaakt. En dan moet ik ze strak aantrekken en dan mag ik het hier afknippen. Zo. Ik kan natuurlijk straks even hier proberen om een vlammetje bij te houden.
En als dat nou lukt, kan ik hem altijd hier nog afknippen. Het enige waar ik nu mee zit, is dat dit niet helemaal mooi gelijk loopt. Het bovenste touwtje is wat strakker dan de onderste. Dus ik ga hem nu hier weer even wat losser maken. En dan ga ik hem gelijk trekken. Dus nu trek ik hem weer helemaal aan, zodat die twee touwtjes even strak zijn. Nu ga ik het armbandje op de loom zetten. Hier heb je een opening hier tussen. Dus dan kun je het armbandje tussen schuiven. En dan blijft hij zo haken door het knoopje. En dan gaat dit naar de andere kant. Dit kun je ook heen en weer bewegen. En dan wil ik die touwtjes wel zo recht naast elkaar hebben. En dan gaat dit knoopje hier achter. Eerste knoopje. En dan kun je vervolgens dit naar achteren trekken. En dan blijft het zitten. En dan heb je dus dit gespannen. En als het te slap is naar je zin, dan kun je hem nog verder naar achteren trekken. En dan staat het nog wat strakker. Dit dunne garen heb ik op ongeveer een meter afgeknipt. En je moet ervoor zorgen dat je de twee uiteindes bij elkaar doet. Zodat je het touw precies dubbel vouwt. Zo. En dan ga je aan de kant beginnen waar het knoopje zit. Ik ga mijn loom even omdraaien, dat werkt voor mij gemakkelijker. Nou, dan doe je dit als volgt. Dit is het midden van het dubbelgevouwen touw. Dat leg je hier bovenop. En dan maak je dit open, dat bruine touw. En dan haal je de rechterkant haal je naar boven. Via de onderkant. Door het midden van die twee touwtjes. En dat leg je zo aan de andere kant. En dat doe je ook hier. Dus via de onderkant ga je tussen die twee bruine touwtjes door. En je trekt dit naar boven. En zo ziet dit er nu uit. Kijk of het goed in beeld kan brengen. En zo. De beadshaker heb ik op de achtergrond erbij gezet. Ik pak nu het eerste kraaltje en ik vind die beadshaker eigenlijk alleen maar handig om hem als opslagplaats voor de kraaltjes te gebruiken. Want dat shaken, dat zie ik niet zo. Maar je hebt hier dus twee touwtjes, links en rechts. En dat kraaltje, dat rijg ik nu met de ene kant. Zo. En vervolgens ook met de andere kant. Dit touwtje, wat nu voor mij, voor de kijker, links was, gaat nu naar rechts. En het touwtje van rechts, dat gaat naar links, maar dan wel door het kraaltje heen. En dan trek je die twee uiteindes aan. Dus de twee uiteindes van dat wraptouw wisselen van plek, maar dan wel via het kraaltje. En dan zorg je dat je dat kraaltje tussen die twee bruine touwtjes doet en je schuift het aan. En dan zit dit er dus mooi tussen. Dan pak je de volgende kleur. Ik heb weer hier een uiteinde links. Ik heb een uiteinde rechts. Die gaan zo meteen kruisen. Dus deze gaat naar de andere kant. En deze gaat naar de andere kant. Maar dan wel via een kraaltje. Ik vergeet nog een belangrijk tussenstapje uit te leggen. Je moet eerst weer via de onderkant door dat midden naar boven. Dus ik ga eerst deze door het midden naar boven halen. En weer terug op zijn plek. En ook deze gaat door het midden naar boven. En terug op zijn plek. En nu pak ik een kraaltje. En gaan van plek verwisselen. Dit touwtje gaat naar de andere kant, maar wel eerst door het kraaltje heen. En zo. En dit touwtje gaat ook naar de andere kant, maar ook eerst door het kraaltje heen. En dan trek je de touwtjes weer aan. En zorg je dat het kraaltje tussen de twee bruine touwtjes wordt geklemd. En dan ben ik toe aan kraaltje nummer 3. Eerst weer door het midden naar boven. Dus één keer om zo'n bruin touw wikkelen. En ook aan de andere kant naar beneden. En door het midden naar boven. En weer terug. Dit mooi strak aanschuiven. Een volgende kraaltje pakken. En nu gaan ze van plek verwisselen. Deze gaat naar de andere kant, maar wel eerst door het kraaltje heen. En deze gaat naar de andere kant door het kraaltje heen. En dan trek je de twee uiteindes weer aan. Je schuift het kraaltje tussen die twee bruine touwtjes.
En je zorgt dat ze mooi strak op elkaar zitten. Ja, je begrijpt vast wat ik nu wil gaan zeggen. Want dit blijf je doen totdat je aan het einde van je armband aan bent gekomen. Eerst doe ik weer die touwtjes door het midden heen naar boven. Dan pak ik mijn volgende kleur. Ga de touwtjes van plek verwisselen. Maar wel door het kraaltje heen. Dus dit is de ene kant. En dit is de andere kant. En het leek me heel ingewikkeld. Toen ik dat zo op het plaatje zag op de doos. En als je dit eenmaal zo hebt gedaan. Nou ja, is het super easy. Vind ik althans. Echt veel, veel, veel gemakkelijker dan ik had gedacht. Ik moet alleen niet vergeten om nog even die touwtjes door het midden naar boven te halen. Voordat ik ze weer door het kraaltje rijg. En ik begrijp nu ook hoe je die andere vormpjes kunt maken. Het is dus helemaal niet moeilijk. Je kunt bloemetjes maken. Of een ander patroontje. Nou, als je het leuk vindt om dat te zien, laat maar even weten in een reactie onder deze video. Dan zal ik daar ook nog een aparte video van maken. En die zal korter zijn dan deze video, omdat ik dan niet meer hoef uit te leggen hoe je de loom in elkaar zet. Je moet er wel voor zorgen, dat doe ik nu niet goed, dat je die kraaltjes mooi op elkaar aansluit. Zodat je een mooi strak armbandje krijgt. En deze gaat naar de ene kant. Oh. En deze gaat naar de andere kant. En dan trek je ze weer aan. En je zorgt dat, het kraaltje tussen de twee touwtjes gaat. En dit is niet goed. Hier heb ik iets niet goed gedaan. Dus dit moet even eruit. En dat komt omdat dit touwtje niet goed door het midden naar boven is gehaald. Zo. Zo moet het. En dan moet het goed komen. Dit is 1. En 2. Nou, je ziet het, als je een foutje hebt gemaakt, dan is het heel gemakkelijk om dat te herstellen. Ik heb de loom nu even achter het tweede knoopje vastgezet, dan kan ik er beter bij. Het laatste kraaltje heb ik nu geregen en ik ga nog één keer via het midden naar boven. En dan moet ik 3 knoopjes maken, alleen ik vraag me af of dat slim is. Oh ja, dat klopt wel. Dus, ik ga nu geen nieuw kraaltje rijgen, maar ik ga 3 knoopjes maken. En dit is 1, dat ging heel snel, ik zal het nu wat langzamer doen. Gewoon een knoopje, dat je de touwtjes kruist. En dan via het midden van het rondje wat je nu hebt gemaakt, naar de andere kant gaat. Zo. En dan trek je dat aan. En dat is 2 en nog een keer. Dus deze kruis ik nu en gaat via de achterkant door dat rondje weer naar de voorkant. En vervolgens trek ik het knoopje aan. Ik ben zo benieuwd hoe dit armbandje gaat passen. Ik heb nu 3 knoopjes gelegd. Waar is mijn schaar? Hier is mijn schaar. Even goed strak aantrekken en dan afknippen. En ik denk dat het geen kwaad kan om hier of wat blanke nagellak op te doen of een beetje lijm. Om ervoor te zorgen dat het knoopje ook echt niet meer los kan schieten. En dan ga ik nu mijn armbandje van de loom afhalen. Oh, wat klinkt dit vertrouwd. Armbandje van de loom afhalen. Oh, daar gaat mijn beadshaker. Mijn dochtertje zit nu bij me. Hoi. En we gaan dit armbandje om haar pols doen. Wat vind je van het armbandje? Heel erg mooi. Ja, vind je hem leuk? Nou, even kijken of die past. It's pretty. Pretty. Je kijkt hier veel Engelstalige video's. Even kijken. Maar dat is goed, daar leer je Engels van. Dit is de sluiting. Door dit gaatje. En zo. En ja, ik denk toch dat ik hem hier ga afknippen. Wat vind jij? Wil je dit zo laten? Het is beter om hem daar te houden. Waarom? Dat weet ik niet, maar ik vind hem zo mooi. Nou, oké, dan laten we het erom. Is hij te groot of is hij goed? Hij is goed, want als hij echt helemaal te strak zit, dan... Zit het niet lekker? Ja. Zal ik de volgende keer een armbandje met bloemetjes maken? Ja! Nou, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden en dat je hier iets aan gehad hebt voor nu.
Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!